Oho, mensen. Morgen is het dus zover de topper PSV Ajax. En wij gaan vragen aan de knuffels wat ze vinden. Dus let's go. Morgen staat het op het programma. PSV tegen Ajax. Het is mooi weer. Wat gaat het worden? Het gaat worden 1-4 voor Ajax. 1-4? Ik hou het op een 2-2. Jongens, zondag. Dan is het zover. Morgen dus. Dan is het PSV tegen Ajax. Feyenoord! Feyenoord, nee! Luister, het is morgen. PSV Ajax, wat wordt het? Feyenoord, Feyenoord, nee. Ik houd het op 1-0 voor PSV. Oké, wie gaat scoren? Malen. Zo, ik houd het op een 1-1. Oké, wie gaat scoren? Ziyech. Tadic. Maar hoezo denk ik dan, boys? Nou, dat denk ik gewoon. Ajax is gewoon een stukje beter. Ik vind 1-4 een goede uitslag om weer in te zetten morgen. Ja? Weet je zeker? Oké, wie gaat scoren? Tadic, Promes, twee keer Huntelaar. Oké, jongens, morgen PSV Ajax. Wat gaat het worden? Zo, dat vind ik een moeilijke. Ik houd op 0-0. Wacht, waarom 0-0? Je moet een beetje vertrouwen hebben in die boys. Ja, maar ik vind het toch wel jammer. Ik hou ook jammer. Ik houd op een 2-1 PSV. 2-1. Oké, die gaat scoren. Bergwijn en Malen. Yo. Oké. Sonic. Sorry. Morgen. De topper. PSV Ajax. Het is morgen in Eindhoven. Jongens, wat gaat het worden? 3-3. Zo, 3-3. Zo, dat is een verrassende uitslag, jongens. Dat is een verrassende uitslag. Oké, je gaat scoren. Voor Ajax, zo, dat weet ik even niet meer. Dat weet je even niet meer. Ik ga het op een zien. Zie je? Ja, dat is zie je. Je moet een beetje vertrouwen hebben in die boys. Ja, maar toch vind ik het niet beter. Ik vind het PSV beter. Oké, dus 3-3. Yo, sorry, wat zeg jij? Drie één, dus één doelpunt voor Ajax, ja. En wie gaat scoren voor Ajax? Schön. Zeg, kom. Nou jongens, zondag de topper, PSV Ajax. We zijn hier thuis. Het is morgen een eindhoven, jongens. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden, jongen? Ik houd op een 2-0 voor PSV. 2-0, oké, je gaat scoren. Bergwijn. En Baumgartel. Nee, ik hou het op. Ik hou het op een 2-5. Zo, 2-5. Maar waarom nou, jongens? Je moet een beetje vertrouwen hebben, toch, in die boys? Ja, maar toch niet. Ik vind PSV vind ik zwak spelen de laatste tijd. Zwak spelen de laatste tijd. Ja, maar jongens, wat nou luister? Wat nou luister? Wat nou als jij. Wat nou, waarom zeg jij 2-2? Nou, ik vind PSV, vind ik. Nou, ik zeg 2-0 omdat ik PSV. Ik zeg 3-1 omdat PSV de laatste tijd heel goed speelt. Ze hebben die Malen achterin lopen, die heeft twee keer gescoord. Dus ja, het zal dus een moeilijke avond worden. Zo, dat vind ik ook een moeilijke. Ja, maar weet je eigenlijk, ik vind het ook niet zo goed. Oké, gaan we aan de andere. Jongens, morgen PSV tegen Ajax, wat gaat het worden? Zo. Feyenoord, Feyenoord. Nee, het is PSV Ajax. We zijn niet thuis. Is dit Amsterdam? Nee, in Eindhoven. Het is PSV Ajax in Eindhoven. In Eindhoven, ja. Het is in Eindhoven. Drie. Oké, wie gaat scoren? Nou, dat weet ik niet zeker. Ik vind PSV de laatste tijd heel veel beter spelen. Heel veel beter spelen? Ja, maar waarom nou? Waarom nou? Joh, je moet toch vertrouwen hebben toch in Ajax? Nee, maar ik zeg 1-3, want ik vind PSV de laatste tijd niet zo heel goed spelen. Ik vind ze een beetje teleurgesteld spelen. Ja, ze winnen wel met 5-0, maar goed. 1-1. 1-1.
We zien het morgen wat het is geworden.